Vandaag is het 15 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord vanwege zijn mening. En dat mogen we uiteraard nooit vergeten. En daarom is er vandaag in Rotterdam een herdenking en een prijsuitreiking. To think I did all that in me, I say, that in a shy way, oh no, no, not me. I did it my. Heer Bosma, we zijn 15 jaar verder en u zei het al in uw toespraak. Echt heel veel is er nou eigenlijk niet veranderd, hè? Nee, het is niet iets om heel erg vrolijk van te worden. Kijk, als je kijkt hoe het gaat met de multicul en de massa-immigratie, et cetera. Dan is het eigenlijk alleen maar achteruit gegaan. De sluizen staan nog steeds open, de islam wordt steeds machtiger. Mijn fractieleider kan nog steeds niet naar het toilet zonder beveiligers. Dus nee, als je de balans opmaakt, dan is het niet zo vrolijk van te worden. We moeten blijven stilstaan bij die tragische gebeurtenis en vooral bij de waarde die daarachter zit, namelijk de vrijheid. Dit is een strijd voor vrijheid, die is nog lang niet gewonnen. Ik denk zelfs eerder dat hij pas begonnen is. En dus is het zeer belangrijk. Het is hartstikke saai, het is een herhaling van zetten. We horen dit al 15 jaar lang. Vertel eens iets nieuws. Maar vind je het niet goed dat dit soort dingen dan herinnerd moeten blijven? Hè? Net als bevrijdingsdag, dodenherdenking. Er is niets tegen om dit te herdenken als mensen dat graag willen. Ja, en waarom ben jij er dan? Ik heb even getwitterd. Op dit moment op de Pim Fortuynplaats is er een best wel prachtig eerbetoon bezig. Lee Towers zingt een echte Rotterdammer voor een echte Rotterdammer, Pim Fortuyn. We wachten nog even tot de prijsuitreiking waar wij voor zijn genomineerd. Maar ook Ebe Roemer, de Pim Fortuynprijs. Velen van jullie hebben geen idee wat vrijheid betekent. Het is in Nederland net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan, Mark Rutte als minister-president en vanaf morgen Feyenoord kampioen. Ik publiceer inmiddels 13 jaar. In die 13 jaar hebben tallozen bij mijn hoofdredacteuren om mijn ontslag geëist omdat mijn mening abject zou zijn, niet gehoord mag worden, omdat ik een foute mening zou hebben. Want dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, bewijst vandaag deze oproep in Volkskrant en ook in NRC. Het is stijlloos, het is ongefundeerd en het is nodeloos kwetsend. Deze 100 mediavrouwen leggen anderen, schrijvers en lezers, hun mening, hun gelijk en hun moreel kompas op. Deze 100 mediavrouwen zijn gevaarlijk. Het zijn de vrouwelijke varianten van Peter van der Meers, de hoofdredacteur van NRC, en Philip Remarque, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Maar het allerbelangrijkste, het zijn vrouwen die trots zijn omdat ze macht menen te hebben over niet alleen de financiële situatie van anderen, maar trots om die anderen kapot te maken. Dat is geen geslaagde emancipatie. Integendeel. Het is kinderachtig en het is gejank in een mannenwereld. En dat mannen als Philip Remarque en Peter van der Meers hieraan meewerken door advertentie beschikbaar te stellen. Jullie denken toch zeker niet dat deze wijven 40k kunnen ophoesten voor een pagina in deze kranten? Toont één ding aan. NRC en Volkskrant hebben geen adverteerders. En het toont ook aan dat de Pim Fortuynprijs nog lang niet overbodig is. Ik ben er trots op dat ik deze wisselbeker in mijn handen heb. En net zo trots erop dat ik niet op die lijst sta. Ik dank jullie wel. Gefeliciteerd met de Pim Fortuynprijs. Wil je een beeldje zien? Ik laat dat beeldje eens even zien. Hoeveel heb je er? Twee? Ik heb er twee. Jij krijgt er een twee. Maar de één is al kapot. Hé broer, je mag best hard zijn en grof. En als een olifant in een porseleinkast. Maar je gaat geen Pim Fortuyn beeldje slopen. Kijk, hij is losgekomen. Het is gewoon cheap ass troep. Nou, dat denk ik niet, want die kunstenares was hier net. Doei! Vandaag een beetje naar het klimaat kijkt, en je gaf het ook al in je toespraak aan. Ja. Is er eigenlijk nog niet heel veel veranderd, hè, na 15 jaar? Niks veranderd, maar het is gewoon wel heel erg fijn dat ik me weer voel zoals voor Turkije. Weet je, dat is al winst. Voor mij persoonlijk is dat winst. Voor
Nederland moet er nog wel een hoop gebeuren, ja. Zij heeft natuurlijk een prijs betaald, stukjes geschreven en dan op een avond, op een zaterdagavond. Ik zal nooit vergeten, heb je ineens in Turkije de Turkse politie aan de deur die iets van je wil weten. En dan is het zeer serieus en dan heb je daar een groot probleem mee. En ze heeft op heel veel fronten een persoonlijke prijs betaald voor haar mening. Dus ze komt die prijs absoluut toe. Ik wil je niet helemaal overstelpen met complimenten. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat jij kritiek krijgt, mensen boos worden op jou, die jou dat alleen maar sterkt om door te gaan. En word je eigenlijk nog scherper. Ja. Het is een drijfveer toch? Nee, het is geen drijfveer. Kritiek van anderen interesseert me niet. Tenminste, kritiek van inhoudsloze mensen interesseert me niet. Kritiek van mensen die ik waardeer, die wat te melden hebben op inhoud, daar luister ik heel graag naar. Geniet ervan. Dankjewel, Tom. Leuk. Laat eens even zien. Kijk eens naar mijn pins.